Yo, kijkers, allemaal zeker welkom bij deze nieuwe aflevering van de Let's Build serie van Helm's Deep. We zijn er vandaag weer met de Den Miners, oftewel Dennis. En wat heb jij te zeggen vandaag? Hallo. 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 Hallo, meneer de Kokkebeer. Better power met de muur, jongen. We gaan weer verder met deze muur. We zijn heel iets verder gegaan net, want ik had al geprobeerd op te nemen, maar ik wilde toch iets even opnieuw doen. Maar we gaan weer verder. Dus let's fucking go. Okay. No, just let's fucking build. Yes, let's build. Oh, wat is de titel van de video, hè? Ja, oh, wacht, ik kom niet. Oké, we gaan voornamelijk in deze aflevering werken aan de toren. En het idee was dat we al een beetje aan met de andere kant van de muur bezig zouden gaan, waardoor je eigenlijk de muur op kan komen. Ook een heel belangrijk detail, sowieso. Ja, dus je kunt een moeilijke muur maken waar je niet op kan komen. Yes, otherwise you will be pretty fucked. And you don't want to get fucked. It was Jared in this moment. Jackson realized. Fucked up. Zo. En hier nog een. Doet hij zo. Leon, ja? Weet je wat ik me afvraag? Hoe ga jij het doen in de tijd dat ik eigenlijk op vakantie ben met. Neem een weekje pauze, denk ik. Twee weken dan, hè? Ja, trouwens, als je misschien een week van tevoren nog een keer opneemt, dan kun je het nog wel gewoon. Dan wel, ja. Ik weet niet, wanneer ga je precies op vakantie? Volgende week, zaterdag, om 5:00 ochtends. Hé, Dennis, je maakt echt heel anders dan ik het doe. Maar het klopt zo niet, hè? Zo niet. Kijk eens. Hier heb je dat blok in het midden. Dat zit er precies tussenin, deze strook. Kijk. Dennis. Dat klopt gewoon hoor, kijk eens. Ja? Ja. Nou, dan laat ik jou de toren maar afmaken. ik ga een beetje aan de onderkant even wat... Nee, ik ga je wel hier helpen. We doen het maar op jouw methode dan, meneer Dennis, als jij dat zo leuk vindt. Hallo meneer Peter, u bent nu half mens, half robot. Ik ben daarom nu de beste Oh, nu klopt hij wel, ja. Lol. Ja, hoe kan dat nou? Je hebt er gewoon snel aangepast. Wauw. Ik dacht al, wat de fuck doe ik mis? Nou, niet lief. Het is niet lief, jongen. Helemaal niet lief. Nee, klopt nou nog niet. Wat klopt nou nog weer? Nee, laat maar, nee. Je verneukt het weer. Je verneukt het weer, Harry. Je verneukt het weer. Nee, rustig maar. Nu doe je bek dicht. Houd je bek dicht. Ga slapen, ahoy. Anders moet ik echt je bek verbouwen. Slaap lekker, bitch. De wc. Mag ik in de kingdom? Nee. Jammer. Ja, sorry mensen. Voor de mensen die net zagen dat ik een Inava skin had. Maar ja, ik moet helpen van Smal in Inava. Want ja, ze hebben goede bouwers nodig. Hi. Dus, ze hebben goede bouwers nodig, dus daarom nou de Inava skin, omdat je aan het bouwen bent. Ja, ja, ja. Inava, en de winnen van de... Ga rond, hè, rond. Dit wordt wel een brede toren, hè? Mm-hmm. Kunnen we hier niet zo'n vlagzaks opzetten met van de Rohan? Ja, een banner. Ja, een banner en gewoon een vlag. Ja, daar hoeft niet zo'n oorlogsvlag op te maken te staan wat Samir altijd maakt, maar dat is echt meer voor Gundabad. Gundabadul! Ja, Gundabadul! Ik vind dat zo mooi hoe Azog dat zegt. Gundabadul! Gundabadul! Ja. Of Rasnash Grimbadul! Grimbadul! Oké. Okay, en zing maar mee. Wauw, Leon. Zit er vandaag weer helemaal in het ritme. Op de beat. Ik heb gewoon... Nee. Je zegt helemaal verkeerd, jongen. Op de bips. Op de bips. Ah, echt een macho man. Ik kan het schrijven. Macho man. You are gonna be the macho man. Dat zou mij dit nou aanzetten, dat liedje. Weet je nou wel. Echt Yes. Yes it is. Ik heb ook jurk aan mijn hoofd, hoor. Huh? Ik heb ook jurk aan mijn hoofd.
En er heb wel je eens. hier nog wat gedaan dan, in het midden? Oh nee, je hebt gewoon een volledig blok eronder geplaatst. Zo. Hey. 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 Oh, hier moet ook een volledig blok. Zo. Oké. Okay. Ja, dan komt er nog die cirkel, anders klopt die binnenkant niet van dit. Ja, die cirkel moet wel kloppen, anders zijn we allemaal lul. Ik zit even te kijken, want ik was toen echt slaperig op het moment dat we dit aan het opnemen waren. Ik viel echt bijna in slaap. Weet je, ik me echt afvragen, hè? Of in ieder geval, wat vinden jullie echt een domme manier om in een achtertuin in een kuil te graven? Want ik heb van de week een manier gezien en dan denk je van, oké, dan doe je echt gewoon moeilijk, lijkt mij. The fuck, Dennis. Weet je hoe ze het gedaan hebben? Jij zou gewoon denken van ja, ik pak een paar kruiwagens, schep hem leeg met de hand of zo. Of doet daar een graafmachientje en rijdt die drie keer een paar keer op en neer of zo. Maar wat hebben die mensen gedaan? Die hebben een hijskraan gehuurd met een bak eronder en die heeft alles eruit geschept. En heeft hij gewoon 3 dagen een hijskraan midden op de straat gestaan, gewoon om die kuil uit te graven in de achtertuin. Waarschijnlijk voor een vijver, zo wij denken. Omdat er een busje bij stond van een viswinkel. Die allemaal van die dingen maakt. Van die scheppen? Nee, niet van die scheppen die die pompen en alles doen installeren en alles, snap je? En het zeil erin hangen en de filters doen installeren. Heb je een filter in een vijver? What the fuck? Als je vissen in hebt, zit er wel, hè? Oh, wij hebben vissen in de vijver, maar we hebben geen filter, volgens mij. Ja. Mijn neef heeft wel een filter, die maakt dus achter en ook een bak. Voor zijn kooikarpers. Ja, maar dat zijn hele andere vissen, hè. Ja, we hebben dat soort vissen niet. Ja, hun waarschijnlijk ook kooikarpers. Dus, maar ja, wat je al zegt, zal wel aan de vis liggen. Of je nou een ding is erin moet zetten, een pomp of niet. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar mijn oom en tante die hadden eerst ook een vijver, maar die zijn nou voor het verhuisd. En daar zat ook een filter. Die had ook zo'n zwembad met zo'n turbo booster in. Dan zet je dat ding aan, een hele straal en een hele stroom. Dat was wel vet. Maar ja, ze zijn verhuisd, hè. Ze hebben geen zwembad meer. Daar hebben ze ook geen plek meer voor. Ik denk dat we een beetje die toren in de berg gaan laten komen. Want ik heb geen zin om echt die hele zijkant hier weer te gaan maken. Ik vind hem zo eigenlijk wel nice, die toren. Hij is werken we vanaf net de... Net als de rest van Helm Deep. Ja. Oh, ik had een kleine lag spike. Maar gaan we beginnen Hoe gaan we beginnen? Beginnen we vanaf dit punt naar die berg toe of helemaal vanaf het fort naar de berg? Ik zou hier vanaf hier gewoon beginnen met de trap. Vanaf hier. Ja, maar dan moet je eerst ook een muur hebben. Dan we dan die richting de toren toe. Ja, niet helemaal tot aan de toren, maar gewoon richting de toren toe. Ja, dat hij daar net voor kan komen. Want in die toren kan je wel... Werken met slapstairs en veel bloks. Je moet even... Ja, die toren kun je wel. Ik denk dat het makkelijk is om hier, vanaf dit punt, vanaf hier, en dan bezig te gaan. Maar ik denk dat het makkelijker is dat we deze muur gaan kopiëren en plakken bij die stukken. En dat we hem dan gewoon die trap tegenaan maken en dan de muur aanpassen waar de trap loopt. Dat denk ik. Maar anders wordt het denk ik te veel werk om precies te gaan zoeken naar wat komt waar te staan, weet je wel? Maar je moet ook nog rekening houden dat je de bedrock moet tussen kunnen doen, hè? Ja, nou, dat kan niet toch? Kijk. Ja, met die panelen niet, hè? Ach, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Uiteindelijk komt er toch protection over dat je niet zomaar blokken kan breken, dus. En dan hoef je er eigenlijk niks tussen te doen. Nee. Ik kopieer hem al. Oké. Dan ga ik ongeveer een beetje... Ik was hier ook al begonnen met ietsjes te verwerken. Maar we maken hier wel gewoon iets anders van. Zo. Kan je hier nog tussendoor schieten? Nou, laten we dit zo. Ik ga dan een beetje bij de muur wat dingen toevoegen. Zo. Hier kan je wel mooi doorheen schieten. Dat is de bedoeling van de siege, hè? De verdedigers moeten pijlen schieten en als het ding wordt opgeblazen, dan kan je met je zware vechten. En dan weet je dat je de lul bent, van ja, dat ging niet zo goed af bij de elfies. Waar is hij nou geplakt? Ik zie hem niet. Waarschijnlijk heb je net zo gedaan als ik het had gedaan. Gewoon een foutje. Nee, ik heb hem... Oh, hij stond erin. Oh, je hebt hem erin geplaatst? Lol. Huh? Hij is niet geflipt.
Nog een keer dan. Ik denk dat ik de andere kant op moest kijken. Hier heb je ook een soort van positie waar je in kan staan om te schieten. En hier kan je zo er tussendoor schieten en hier ook. Perfecte range. Oh! Ik val naar beneden. Hij moet twee blokken zeker naar... hij moet vanaf moet hij niet hier... eentje naar voren toe? Of naar deze kant of... Nou, als hij met het paneel gelijk moet zitten, wat er tussen de muur in zit, moet hij hier komen. Oké. Huh? Oké. Volgens mij klopt het dan niet helemaal, maar... Hij zit nou echt, kijk maar, hier tussenin. Er zit nou één leegte tussen. Ja, dat klopt. Maar hoe ze... Dat komt door de kantelen, denk ik. Oh ja. Ja, die kantelen nee. Halen we eraf. Ja, plak het er maar tegenaan. Doe het maar. Kijk, dat daar als middelpunt is, kan ik hem weer hier plakken. Deze moet dan eigenlijk ook eentje naar achter. Oh nee, zo klopt die wel. Je hebt wel gelijk. Ja. En dan moeten we dit even zien op te lossen, hoe we dit mooi gaan krijgen. Dus jongens, jullie zien het alweer. Hoe kun je makkelijk iets bouwen? Gewoon een design maken wat je meerdere malen keren kan herhalen en plakken. Ja, en op zich krijgen we wel een mooi resultaat uit, toch? Ja, we kunnen aan het einde nog een beetje editen, nog een beetje stenen tegenaan, dat hebben we al eerder gezegd. Ja, altijd doen. Altijd doen. En dan, gewoon container eraf slaan. Ja, je hoeft hier qua bomen denk ik niet echt veel te doen. Ik bedoel, dit is gewoon een open vlakte waar... Ja, er moet nog wel wat decor... Ja, wel iets, maar ik bedoel... Waar... Water zit er toch ook, er zit toch een plas achter, of niet? Telefact, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... En dan is er 5 en dan moet ik hem hier weer plakken. Dan laat ik hem letterlijk in de berg eindigen. Zie je? Ja, perfect. En dan kan die toren, die staat dan een beetje in de berg. Ja, perfect. Ja, ja. Mooi. We moeten dit maar eens even met de hand afmaken, denk ik. En dan, Nou, ik moet de andere kant ook nog doen eerst? Nou, laat dan nog maar even voor wat het is. Dan zet ik het frame heel even hier nog iets vandaan, dat ik hem gelijk kan kopiëren gemakkelijk. Ja, dan gaan we gewoon eerst denk ik nu de trap maken en dan gaan we naar boven werken. Dus jij zei hier kunnen we beginnen met de trap. En dan moet je een beetje kijken, want deze pilaren kunnen er op zich wel uitslopen dat die een beetje over de trap heen hangen. Weet je wel? Zo. Zo. Ja, met die, dat kan ook. Ik dacht eerst... Dat je het misschien met dingen wou doen. Met een kobbel? Ja, nee, maar dit is veel beter. Ja, ja. En ik denk dat je anders weer te weinig stoombrek in hebt zitten, ja. Ja, je zit een beetje aan die overmaat met koppelstone in de muur. Moet een beetje in balans blijven. Yes. Kijk, en dan moeten we alleen even kijken hier. Met dit soort dingen. Want hier wil je natuurlijk niet kopstoot, hè? Dus dan moet je even hier iets met trapjes doen, zo. En dit loopt wat naar achter. Oké, dit loopt perfect. Dit loopt wel soepel. Ik hoop dat we het halen, jongen. Ja, lukt wel. Kom, wacht goed. Komt wel een goed trekje. Pardon? Kut reclame. Pardon? Nog steeds de intro hiervan blijft gewoon geniaal. Ja, papapam. 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 Pam. Papam. Bam. Sorry. Ik ging helemaal los in de pit. Sowieso is de muziek van Lord of the Rings gewoon heel erg inspiratievol. Of vol inspiratie. Oké. We zijn bijna bij de top.
Ik krijg altijd jeuk als ik opnames heb. Ik heb echt jeuk op mijn rug. Niet normaal. Oh, je laat hem hier er een beetje oplopen. Ja, dan is het, dan hebben we hem al. Ik dacht van dan breekt hij daar gewoon zo de muur in. Dat is het beste denk ik ook om te doen. Ja. Dan moeten we alleen de zijkant nou nog even helemaal designen. Ja. Dat het wel één geheel is met de muur. Dat is heel belangrijk. Ik denk ook net als die bovenaan, er moeten niet speciale dingen tegenaan zitten. Nee. Ja, nee. Zo kan het wel. Ik zou hem onderaan... Gewoon een buitenrand... En dan een beetje... om de 3 of zo. Dan kan het wel. Hier kunnen we de trap wel ietsjes breder maken. Wat voor, misschien... iets, voor een design wil je ervan maken? Maak hem eerst maar simpel zo plat. Weet je wel? Dan komen we er wel. Oh, lag spikes. Ja, nou, net was mijn internet, nou niet jou. Nou, het komt niet door het internet. Het komt gewoon puur door de wereld, omdat hij dan opeens een heel stuk moet laden. Met zicht heeft dat te maken. En dat zou je uiteindelijk ook wel hebben als je dit bijvoorbeeld niet echt opvult. Dan krijg je, als je dan één keer een blok wegslaat, dan krijg je van die lag spikes. Ja, dat weet ik. Daar heb je het probleem. Heb ik heel vaak met bouwen, gewoon in het algemeen. Want als ik veel ondergronds bouw, dan moet je of schaduw worden bij gaan renderen, waardoor die gewoon echt lag krijgt. Of je moet het helemaal gaan... Waar zit de bocht? Dan ga ik even de binnenkant wel even op... Ja. Kijk, want dit wil je natuurlijk uiteindelijk niet hebben, maar dit is puur gewoon eventjes voor een simpele outlay van... Hoe gaat die... Oké! Lekker! Wat? In één keer heel vol blokje. Ja. Nou moet ik hem layer voor layer doen, anders beschadig ik de trap. Ja. Nou, ik kan het ook heel simpel doen. Zo. Veel heeft niet altijd nut, dus. Ik had mijn capstok aanstaan. Popopom. En dan gaan we nu de rest van Helm's Deep gaan we gewoon met dit soort muren maken, weet je wel? Gewoon helemaal plat. Waarschijnlijk kregen allemaal van die mensen, oh, what the fuck, jongen, dat klopt toch helemaal niet? Nou, maar zijn we Helm's Deep origineel aan het nabouwen? Ja, dan is alles zo vierkante plat. Ja. Maar dat ziet er gewoon niet uit. Nou, dan komt er nog in de film, zeg maar, als je het echt nabouwt in Minecraft, dan duwt er geen detail in. Ik ken iemand die deed het dan wel, die deed hem helemaal plat maken. Maar die deed het dus met de manier van bijvoorbeeld uitgeslagen stukken of zo, dat er gaten in zaten. Daardoor deed hij het juist weer gedetailleerd maken. Ja. Dat je overal van die gaten in de muur had zitten, van dingen die erop gegooid zijn of gewoon dat het uitgescheurd is of zo. Daardoor was hij wel weer gedetailleerd, maar... Ik ga ook een beetje vormen brengen in de trap zelf. Zo. Dat het wel een beetje zo is dat de trap ook nog een beetje indukt, want anders is het zo allemaal hetzelfde. Dan heb je het sowieso nog plat. Dat kan je heel simpel doen door gewoon een paar stukken er gewoon even uit te rammen. En dan zo te doen, want je hebt dan nog gewoon genoeg ruimte, alleen dan buigt hij weer een beetje in. En dan kan je hier voor de rest gewoon heel veel leuke dingen doen. Ik denk dat we hem wel 5 maken, want anders is hij weer iets te dun. Maar goed. Hier gaat het zo doen. Kijk, en zo zie je al dat er wat vorm in die trap komt. En niet dat het allemaal hetzelfde is. Jij houdt er ook gewoon telkens 5 tussen. Dat je er 5 tussen houdt. Ja, ik zeg Oké, ja, dat hoor ik niet. Koren, hè? Mm-hmm. Huh?
Heb je de film op de achtergrond aan? Zo. Nee, niet meer. Maar dat deuntje in mijn kop. Is van de Desolation of Smoke, als het goed is. Van het liedje van Licktown. Van... Nog steeds een van de beste liedjes die ik eigenlijk wel tussen vind zitten. Gewoon, dat past er echt gewoon bij. Ik heb helemaal zo'n kerstgevoel als ik dat liedje hoor, weet je wel? Want het is met de kerstmis kwam die film toen uit. Ja, in december. Hij komt altijd in december. Of soms één keer was hij eerder, volgens mij nog. Ja, toen was hij heel iets voor kerstmis gekomen. Dat was de laatste film. Maar de tweede film hadden we echt met kerstmis hadden we die gekeken. Nee, ik weet nog wel, toen ik op vakantie was, dat de trailer van de Desolation of Smoke uitkwam. Ooit een keer. Van de Battle weet ik niet meer. Die kwam toen ik op vakantie... Nee. Kan niet. Ik ben afgelopen. Ja, laat me zitten. Ik weet het ook niet meer. Ik ben het gewoon even helemaal als een zeef vergeten. Ja. Ja. Ik weet nog wel van de film. Dat het toen, hoort dat? Of van de film de Battle of the Five Armies. Was het zo dat je toen een cinematic shot had van die trollen? Van die gigantische Ja, dat ze dan in één keer over die muur heen klommen. Over die berg. Dat ze dan in één keer met die katapult ja. Op de rug gaan. Ik vind het nog steeds gewoon kapot dom in de film dat er één zo'n troll is die gewoon YOLO zo op die muur afrent met zo'n grote steen op zijn kop. Rent hij er tegenaan, hup, dood is hij, ligt hij plat neer. Ja. Suicide bomb. Oh ja, ja. Dan schieten ze hem toch allemaal neer, of niet? Nee. Gewoon omdat hij tegen de muur aan rent en keihard er tegenaan beukt, is hij gewoon dood. Puur om die reden is gewoon... Als je een domme dood wil hebben, ja, dan doe het gewoon op die manier. Rent tegen de muur aan met een steen op je kop. Dan ben je echt wel waardeloos doodgaan eigenlijk. Yep. Dan denk je echt van... Maar ja, toen kon wel het hele leger van orks door de muur heen rennen, dus ja, dat is dan wel weer... Oh ja, die gast bedoel je, ja. Oh, dat is ook een troll, zeg maar, die er dan tegenaan rent. Ja. En dan heb je eentje, die zat erin en die had zo'n stompje. Ja. In ieder geval, die had een hele kleine hand. Dan dacht ik echt van, what the fuck, waarom hebben ze die fucking vage trollen erin gemaakt, die helemaal gehandicapt zijn? Dan dacht ik echt van, huh? Steun Giro 555. Maar ook dat vond ik wel van de mooiste dingen in de Helm's Deep. Hadden ze al die bommen neergezet, kwam die kerel met die fakkel aan. Weet ik veel niet hoeveel pijlen in zijn borst. Denk je van, nou, hij gaat het niet halen. Boom. Ja, maar dat maakt het ook wel sick hoor. Want dat laat toch wel zien dat die trollen en die orks nog wel een beetje kracht hebben om wat te kunnen. Wat ik alleen wel eigenlijk wat bij. Er is één ding wat ik in Lord of the Rings wel wat onrealistischer vind in de films. Want je weet wel, spear infantry, de speren die eigenlijk recht omhoog staan aan de buitenkant. En als daar paarden volop op inrennen. Ik bedoel, er zullen wel paarden zijn die er doorheen rennen, maar er gaan er meestal ook wel een boel plat. Ja, bij de Pelennor Fields was dat, of niet? Ja, ook, maar ook gewoon bij Helm's Deep als Gandalf met heel zijn leger. Kijk, er kan wel fel licht schijnen. Maar ik bedoel nog steeds, als je met een paard op een speer inrent, dat beest is gelijk dood. Natuurlijk, want die wordt gewoon gespiesd. Want ik weet gewoon ook van andere games dat eigenlijk spear infantry is gewoon een van de sterkste dingen die je hebt. Want je kunt mensen makkelijk doden op een afstand. Ja. Je zit het wel echt anders te doen dan de Wicked heb gedaan. Maakt niet uit. Een beetje verschil erin maakt niet uit. Nou, ik ga die dan wel iets aanpassen, want anders ziet het hier heel raar. Ja hoor, doe maar. Ik kijk ook niet bij jou in dit geval. Beetje random stukjes, want die muur is nooit geheel egaal. Deel is hij uit één groot stuk steen gekerfd eigenlijk. Yes. Hij is uit de berg gemaakt. Zo ik weet. Is die? Ja, dood. Van het mooiste stuk eigenlijk nog van de film, dat blijft echt mijn favoriete ding, is gewoon die storm van de Pelennor Fields. Dat was wel echt één van de dat al die paarden erop inrennen, bedoel jij? Ja. Zo van, voor death. Nou, als ik het over op het heb, bedoel van, echt een stukje van, would you follow me? One last time. Dan zie je alle wapens oppakken. Maar ik heb echt zin in een extended version. Er moet nog zoveel scènes krijgen wij eigenlijk nog te zien. Net als de kroning van Dane, de begrafenis van Thorin. Zo, dat was mijn prullenbak even, want er was een blikje energy uitgeflikkerd. Super! Ik heb ze gewoon hard nodig vandaag. Ik ben met mijn Hobbit marathon bezig. Nu kan ik even niet verder kijken, maar die duurt waarschijnlijk iets van 17, 16 uur dus.
We have all the time of the world to watch and see what we want. Oh, wauw, dat begint echt te klinken als Littlefinger. Ja, hij heeft allemaal van die rare shit zoals scales, it's like a ladder. Many try to climb it, but fail. Nou, hetzelfde van die kale vent altijd zo van... but we can help someone else to climb those stairs. Ja. Ja, echt fantastisch hoor. Game of Thrones en Lord of the Rings zijn gewoon twee fantastische dingen. Dan eigenlijk wel, je hebt mensen die hebben een beetje twee strijd over van ja, dit is veel leuk en dat is wel leuk, maar ik vind het allebei gewoon mooi. Want ik bedoel, kijk, Lord of the Rings is gewoon zijn eigen ding en dat is met Game of Thrones ook. Het zijn twee best wel verschillende dingen. Het is allebei middeleeuws, maar het is gewoon allebei wel vet. Want je hebt bijna geen middeleeuwse series en daar vind ik het gewoon vet aan. Want ik bedoel, dat heb je ziet het bijna niet. Maar er zijn wel enorm veel films en die zijn eigenlijk gewoon nog niet echt geweldig allemaal. Nee, je hebt echt, dat weet ik, dan heb je Popcorn Time, dan zie je in één keer zo'n film staan. Denk van, ik heb er ook helemaal niks van op tv, reclame of zo gezien, dan ga je hem kijken en dan heb je hem binnen 10 minuten uitstaan, omdat het gewoon een kutfilm is. Ja, ik vond alleen The Seventh Son vond ik wel een hele. Ja, die vond ik op zich ook nog best wel vet. Jon Snow zat erin, dus het was sowieso een mooie film. Mm-hmm. Hij ging echt heel snel dood. Ik denk dat hij de rol van Sean Bean overneemt. Ik had ook altijd dood. Moet alleen even zijn haar blonderen. Ja, alleen iedereen die... Nee, hoezo, die is niet blond, die is rood haar, die vent. Een beetje ja, bruin rood. In Game of Thrones heeft hij natuurlijk rood haar, maar officieel heeft hij meer bruinig dan blond. En voor de mensen die dus niet weten wie Sean Bean is in Game of Thrones, is hij Eddard Stark. En in Lord of the Rings heeft hij ook rood haar, daar is hij Boromir. Lijkt mij veel meer blond eigenlijk. Nou, ik weet niet, het is een beetje... Ik denk toch meer bruin. Bruin blond dan. Het zal wel. Maar goed, de trap is alweer af, of niet? Ja. Oké, nou, de trap is af van de zijkant. We gaan de volgende keer gaan wij... ik ga het laatste stuk van de muur, dit stuk, gaan we even buiten de opnames doen. Want dat is toch alleen maar kopieerplakwerk. Ik doe er even fans bij zetten. Ja hoor, is goed. Anders mis je die een beetje. Anders heb je aan de rechterkant alleen fans en aan links niet. Maar praat maar verder hoor. Maar in de volgende aflevering gaan we weer met het kasteel bezig, slash het fort. En dan gaan we proberen naar binnen te werken. Maar de buitenste muren laat ik dan nog wel even snel zien. Maar dat komt pas in de volgende aflevering. Dat we dat een beetje laten zien hoe het is geworden. En dan gaan we gelijk weer met het nieuwe fort bezig. Vonden jullie dit dus in ieder geval een leuke aflevering? Doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. Subscribe natuurlijk op het kanaal van Dennis en van mij. Dennis' linkje staat in de beschrijving. En laat natuurlijk even in de comments achter van wat jij eigenlijk zou willen zien. Wat wij zouden willen bouwen in de Lord of the Rings. Ik heb het al wat vaker gevraagd. Maar... misschien dat jullie nog een leuk idee hebben. Dan kunnen wij dan ook gaan namaken. Maar goed, dit was de aflevering. Doe natuurlijk dan eventjes een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering van de Lord of the Rings Let's Build. Tot de volgende keer. Ciao.